Okie dokie. Daily challenge tijd. Laten we eens zien wat we kunnen doen vandaag. Dit is. Even kijken, www. Mijn gedachte was: oh, dit is. Hoe heet het? Canada, Amerika. En ja, oké. Toen neigde ik heel erg naar, hoe heet het? Naar woorden. Waarom zijn woorden zo lastig? Naar Nieuw-Zeeland, maar dat is het nou niet. Dit is Canada, denk ik. Dan denk ik dat dit British Columbia gaat zijn. Dat lijkt mij gezien de rest van de omgeving de meest logische. Die auto reed toch echt rechts, hè? Niet dat ik zo meteen echt in één keer de verrassing van mijn leven krijg van hey, hij rijdt links. Oh nee, dit is wat? Wat is dat bord dan? Wat? Dat is een complete verrassing. Oh. Wat was dat dan? Waarom stond daar in zo'n rare taal op? Of werd dat gewoon verstoord door alle rest? Anyways. Ik zeg zo met die bomen en al die andere rest, dan. Dat kan bijna niet anders dan. British Columbia zijn. Zou misschien Yukon nog kunnen zijn of zo, maar dat zou je niet denken. Hey. Ik heb geen idee waarom het. Oh, wat. Ja, dit kan veel zijn. Van Argentinië tot Chili. Zelfs eventueel een van de Arabische staten. Er wordt rechts gereden. Oké, ik denk dat betekent dat het Abu Dhabi is. Is een kans dat het Qatar is? Maar. Hey, waarom staan al die vlaggen hiervoor? Dat is echt. Extreem hinderlijk. Maar, nee. Oeh. Is dit dan toch Qatar? Ik denk met dit ding dat het wel gewoon Abu Dhabi is. Of tenminste, ik noem het op. Ik heb dat wel vaak gehad, hè. Ja, nee, het is wel. Oké, top. Oké, 11. Ik had het moeten opslaan daar bij dat bord. Maar natuurlijk doen we dat niet. Daar is het bord. Hopelijk.
Houd op met die vlaggen, echt. Hinder mijn zicht niet. Ga weg, vlaggen. Ja, kijk, daardoor was ik van de leg af, doordat dit een compleet andere. Dus 311. E11, dus zou het. Is het een kruising of is het een. Als het hier rechtdoor gaat, dan zou het hier. Het is niet zo'n ding, dus dat klopt ook weer niet. Zou het dan. Nee. Toch. Ik weet niet hoe hij dit rekent, maar niet zo, toch? Nee. En dit klopt wel echt veel meer met de rest. Oké, want ik weet niet meer wat kant ik ben opgegaan. Dat zou het hier zijn, denk ik. Nee, naar het zuiden toe, dus dan zou het iets meer. Oh, wauw, wat? Ah ja, daar loopt de 311 ook nog. Ik wilde in instantie Denemarken zeggen. Maar toen zag ik dat er witte numbers waren. Dus dat is het niet. Dan moeten we denken aan iets als België misschien. Of iets in de andere richting van een Scandinavisch land. Zo te zien is het een ander Scandinavisch land. En ik kan niet zien. Is het rood en wit? Is het dan toch wel Denemarken? Dat is dan weer wel heel geel, heel wit. Is het Engeland? Is het rood-wit? Huh. Dit is curieus. Het is niet Engeland, want ze rijden gewoon aan de linkerzijde van de weg. Oh, hallo, dat, nee, dank je. Zou dit iets zijn vlak bij de grens met een ander land? Dus dat kan dan Duitsland of dan wel Zweden zijn met witte nummerborden. Laten we sowieso even alvast in Denemarken wegzetten. En dan in eerste instantie bij de Duitse grens. Volgens mij zie ik daar boven staan. Het is sowieso Denemarken. Holkaart. Weg nummer 18. Is dat hier? Nee. Is het dan in de buurt van. Nee. Oké. Waar is 18? Ik ben bang dat ik tijd tekort ga komen. Ik denk dat ik dat met mijn eigen verdoemd heb. Mijn ogen speuren zich rot naar 18. Ik denk niet dat het heel veel beter is. Ik denk dat deze zelfs ietsje dichterbij is. Dus wat dat betreft is het niet heel heftig. Maar. Oh, ik. Dit. Bolivia, Peru, Colombia. Ik denk niet dat het Colombia is. Het is wel Colombia. Ja, Bolivia, Peru, Argentinië misschien.
Is de kans dat dit misschien ergens in Europa is? Ja, maar dan zit ik wel te denken aan landen als zijnde Albanië, Kroatië, Slovenië, etc. Ik wil eigenlijk vooral een blik. Ah shit, ik dacht dat dit een splitsing was. Dat is heel duidelijk geen splitsing. Ik neig nog altijd iets meer richting de Zuid-Amerikaanse kant dan de Europese kant. Ik zit, het vliegt allemaal door mijn hoofd heen, want ik bedoel, ik heb nou weer dingen als Noorwegen in mijn hoofd staan. Ik zie windmolen staan. Ik zie windmolen staan. Dat zou wel iets meer richting Europa wijzen. Maar oké. Oké. Wat gaan we kiezen? Want met die windmolens, dat wijst wel iets meer richting Europa. Gaan we dan voor die laatste keus die ik had? Gaan we richting Noorwegen of gaan we richting. Maar als het Noorwegen is, dan ben ik zo pissig op mezelf. Ik zie nou zelfs in mijn hoofd. Het is niet. Oh shit. Oké. Eerlijk is eerlijk. Ik zag die laatste borden staan. Ik denk van ah, kut, dat is Spaans. Dus uiteindelijk Portugees. Maar. Oké. Nou, dan hoeven we ons eigen niet heel druk meer te maken over dit. Dit is. Stond daar een vlag op? Ja, maar niet van dit land, denk ik. Want ik herken die vlag niet. Maar goed, ik herken niet alle vlaggen. Dat was volgens mij wel Arabisch wat ik zag staan. Ja, zo te zien wel. Is dit. Is het weer United Arab Emirates? Of is dit de overkant? Dat is Brazilië. Nee. Of is dit. Nee, dat zijn witte nummerborden. Nou, dat is één auto met een wit nummerbord. Dat is wit. Oké. Het is in ieder geval niet. Ik zag daar een vlag in mijn ooghoek. Die volgens mij wijst richting. Ah, hè? Wat? Oké, mijn hoofd is nou echt helemaal geïmplodeerd. IN. Ik moet het. Oké, nee, het is wel. Het is Jordanië. Hahaha, Amman Airport. Ja, nee, no way, jongens. Niet nog een keer.
Niet nog een keer. Je hebt me nou twee keer gehad. Ik ga dat niet nog een keer. Want dan zal het wel JN of zo zijn wat ik gezien heb. Jordanië. Ik dacht, wist. Dat is het JN geweest. Ik wist niet dat het JN was. En ik wist ook niet dat er op de vlag van Jordanië een wit sterretje ding stond. Het zal iets betekenen waarschijnlijk. En ik moet eerlijk zeggen, zonder dat die vlag had ik hem echt nooit van leven in Jordanië weggezet. Nou, nee, dat is niet waar, want als ik aan mijn airport had zien staan, dan had ik ook gelijk geweten waar we geweest waren. Dus overal niet een hele slechte score. Het is eigenlijk. Kijk, deze die had ik sowieso niet goed gehad. En die in Canada die had ik veel te ver weggezet. Want dat komt door die. Ja. Ik heb hem daar gewoon ergens in British Columbia gepleurd, dus wat dat betreft. Maar goed, dat was hem in ieder geval voor vandaag. Morgen weer een dag en een daily challenge. En dan zeg ik, tot morgen.